een van de partijen die dus voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek is, dat is de VVD. En vandaag was de financieel specialist van die partij, Frans Wekers, op campagne in zijn eigen stad, in Weert. Welkom in Weert. Of zoals ze hier in Limburg zeggen... Weert. Weert? Weert. Voor gemiddeld zo'n 2,5 ton kun je hier nog echt wat moois kopen. Maar het afgelopen jaar kwam er steeds meer te koop te staan. Woningen, flats, appartementen. Er is hier genoeg gebouwd de afgelopen jaren in Weert. Maar zie het maar eens te kopen of te verkopen in deze barre economische tijden. Alleen al het feit dat er zo gepraat wordt en gediscussieerd wordt om de hypotheekrenteaftrek ter discussie te stellen, dat leidt ertoe dat vele potentiële huizenkopers kopschuw zijn gemaakt. Dat betekent dat ook woninginrichters op dit moment niks te doen hebben. Dat de schilder met zijn handen over elkaar zit. Dat de loodgieter, de badkamerspecialist, de keukenspecialist niks te doen heeft. Dus morrelen aan de hypotheekrenteaftrek, dat is zeker in deze economische tijd spelen met vuur en dat kost veel werkgelegenheid. Dat moet je niet doen. We hoeven, zo te zien aan zijn bolide, nog geen medelijden te hebben met de lokale makelaar. Maar zijn omzet daalt vanwege de recessie en het H-woord. Het begint met een huis kopen. Daarna gaan de mensen misschien trouwen, een uitzet kopen. Er komt de schilder. Ik denk dat de woningmarkt aan zich wel een belangrijke economische factor is. Dus ik denk als je daar stabiliteit in brengt en alles wat eruit voortvloeit, dan denk ik dat het wel een hele belangrijke rode draad is die men moet koesteren en moet zorgen dat die stabiel blijft. En dan mag het wat kosten, zegt u, de hypotheekrenteaftrek. Ja, de kosten gaan voor de baten. Dat geldt voor iedereen. Maar die hypotheekrenteregeling kost de Schatkist jaarlijks bijna 12 miljard euro. En daarmee is Nederland de schuldenkampioen van Europa. De groeten aan tante Greta. Voor het VVD-Kamerlid Wekers is de hypotheekrenteaftrek een noodzaak. Uus Franske voert in zijn woonplaats dan ook campagne. Ga je nu morrelen aan die hypotheekrenteaftrek, heeft dat twee gevolgen. Het eerste gevolg is dat mensen elke maand uiteindelijk meer kwijt zijn aan effectieve woonlasten. Omdat ze minder aftrek krijgen. Je kunt dat wel geleidelijk laten oplopen. Maar het scheelt toch in de portemonnee van mensen. En in de tweede plaats zal het morrelen aan hypotheekrenteaftrek leiden tot een enorme waardedaling van de huizen. In het Limburgse Weert staan er vandaag de dag precies 590 woningen te koop. Het duurt gemiddeld een jaar voor ze verkocht zijn. Maar wordt het straks beter of juist slechter? 9 juni is het D-Day voor de hypotheekrenteaftrek.